Op camping Stortemelk op Vlieland staan tiental tinthoeskes. Ze binnen uniek voor het Waadeiland. Het tinthoeske van de familie Venema is het oudste. Het staat er zo'n 1953 en waar het bouwt de Huid van Doeken. Voordat mijn ouders de tinthoeske maken, hadden ze eerst na de oorlog gewoon in een oude legertenten. Hadden ze kampeerd. Mijn huid had moeilijke jaren gehad in de oorlogstijd en moest tot rest komen. En ja, hij vond de rest op dit eiland hier. En toen zeiden ze, ja, dit is een plak om te proberen daar zelf wat van te maken. En toen hadden ze dus dat tinthuske maken. Een tinthuske kostte dus aan 2000 goenen. Jotendai kostte ze aan 20.000 euro. Vakantie in een tinthuske is luxe kamperen, maar het is meer. Het belangrijkste is dat het al je plak vindt in een stukje natuur wat zo uniek en geweldig is. Je zit hier tussen het water en de bosken in. Nou, mooier kan het net. Als je hier jongens op bed lezen en het is heel stil waar, dan jij je de branding jij je oer de dun hennen en het licht van de brandaren zo je flitsen oer de dun hennen. Nou, waar vind je dat nog? De twee dochters van Doeken hebben soort vakanties mooi maken in Duinzicht. Zijn een goede herinnering zo'n harde jeugd op Vlieland. Nou, we zijn op het bed. En het bed is heel belangrijk voor ons. Want daar lagen we vroeger altijd gewoon gezellig. Dan wie we naar het stroom westen en dan wist de wurg. En dan gewoon even lekker op bed lezen en een boekje lezen. Maar wat is nou correct dat tinthoeske gevoel? Ja, het is luxe kamperen, maar je bent toch... Ja, het is toch een tent. Het klappert. Als het regent, dan hoor je de regen op het dak. Ja, je bent heel snel buiten. We zetten hier de tent zo open. Ja, het is toch buitenleven. Dat is gewoon heel lekker. Ja. Ja. Kwadlien kochten de twee zusters het tinthoeske oer. En met haar malje, die ze wel op Vlieland kennen leert hebben, knappen ze het op. En nu groei ik de eigen baan op in het tinthoeske. De vierde generatie. Ja, heel bijzonder. Ja, ja. En... Us ben reageren ja, het, precies hetzelfde als wij vroeger ook dienen. Van wanneer gaan we met een Vlieland en het is hier altijd heerlijk, ze wil hier altijd wel heen. Duinzicht zit er al sinds de jaren 50, maar ze wil maar de tijd mee gaan. Oude elementen komen weer om. Ze hebben het oude hout, wat nog een deel het hout is van het voetbalhokje wat vroeger hier op het voetbalveld stond. Hadden ze weer broekt voor de tafel. Beppe had het op een geweldige manier lakt. Dat is een stukje herinnering, dat nemen we van mij. Oud en nij, pas goed bij mekaar. Biedt mekaar net.